Och hier, Azzalure. Vertel me er alles over. Nou, Azzalure is een botox. Een botox, oké. Okay. En daar zijn verschillende soorten botox, maar Azzalure is een botox wat ietsjes diffuser werkt. Dus als je een prikje doet, is het oppervlakte waarmee je wat het effect is iets groter, maar toch iets minder sterk. En dat geeft dus dat je veel gladder resultaat krijgt, maar toch een hele lichte vorm van beweging toch mogelijk is. En dat maakt het, ja, vind ik, een uitstekende botox. Oké, okay. En wat zijn de mogelijkheden van het product? Nou, met botox kan je de kraaienpootjes, de frons, de voorhoofd en rimpels en de bewegingsexpressierimpels kan je behandelen. En in sommige gevallen kan je nog wat de kaaklijn, je kunt de neustipcorrectie doen. Oh, je kan heel veel. Je kunt, als mensen een beetje gaan trekken met de rimpels, dat. Je kunt de lijnen, de oppervlaktelijnen kan je doen. En je kan natuurlijk overmatig zweten behandelen. Het is best wel veel eigenlijk. Je kan heel veel met botox, zult horen. Ja. Oké. Okay. En wat zijn de resultaten die mensen mogen verwachten? In principe is het resultaat, hoe lang het aanhoudt, is ongeveer, ik geef een garantie van 3 maanden, maar het kan oplopen van tot een jaar tot 9 maanden. Waar is dat afhankelijk van? Nou ja, van eigenlijk van wat je doet, persoon, van de persoon zelf eigenlijk. Sommige reageren langer op dan anderen. Ja. En natuurlijk ook hoe vaak je het behandeld hebt. Want hoe vaak je het behandelt, hoe meer eigenlijk de botox langer effect gaat krijgen. Oké. Okay. Azzalure. Oké, ik ga je wel even helpen, want dit zijn moeilijke zaken. Help mij maar even. Azzalure is dus een botox die ontzettend goed werkt voor rimpels, maar onder andere ook voor overmatig zweten. Precies. En de voordelen, even kort. Nou, de voordelen is, je kunt het, de indicaties zijn kraaienpootjes, frons, echt de expressierimpels, deze rimpels en in sommige gebieden wat bij de kaak en de hals. Ja. Ik vind het helemaal duidelijk. Dank je wel. Alsjeblieft.